Ja, hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe ASMR. Vandaag is een hele speciale dag, want ik zit in quarantaine. Nou, niet echt in quarantaine, maar uiteindelijk mogen we niet heel veel naar buiten. Dus ja, dan moet ik binnen video's opnemen en ik had dit conceptje al een tijdje in mijn hoofd. Dus ik kijk altijd heel graag first dates. Dat is wat ik nu ga doen. Ik ga op first dates reageren. Nou, leuk. 1 date per aflevering. Zin in, jongens. Hebben jullie er ook zin in? Ik heb er super veel zin in. Oké, we gaan beginnen met de eerste aflevering. Of de eerste date. We gaan kijken wie er vandaag komt. Jongens, first date. Jullie kennen het concept wel. Er komen 2 mensen. Die gaan op een blind date met elkaar. Bla bla bla. Yadi yadi. Yadi yadi yodi. Yadi yadi yo. De 48-jarige... Oh, wat een lekker loopje. Wacht. Ik wou dat ik een grotere camera had, dan kon ik dit even blijven doen. Mark komt voor de 2e keer naar het First Dates restaurant om zijn geluk te beproeven. Wacht even. Die move moet nog een keer. Restaurant om zijn geluk te beproeven. Wacht. Komt voor de 2e keer naar het First Dates restaurant. Dit is gaaf, jongen. Ik weet niet wat die man slikt, maar ik wil het ook. Om zijn geluk te beproeven. Ik dacht eerst van, nou, ga eens even lekker de bloemetjes buiten zitten. Ja. Vrijgezel, jee. Yeah. Ja. Ja. Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Ja, yes. Maar wat mij betreft is het geen klik. Oké. Hij heeft de hoop niet opgegeven. Een bekend gezicht. Ja, dat klopt. Dag, Mark. Ja. Hallo. Hey. Hopelijk zit daar nu... The love of my life. Ja, ik val niet op zich op een specifiek iemand, zeg maar. Ik heb wel een soort voorkeur voor blond. Ja, er moet iets leuks in zitten, iets meisjesachtig, iets ja, wel een beetje, hoe zeg je dat, pittig of enthousiast. Deze man lijkt een beetje op een kikker. Kunnen we even een foto van... Nee, hij lijkt op vogelbekdier. Hij lijkt op vogelbekdier. Kunnen we even hier een foto van vogelbekdier krijgen? Oké, dat valt in. Laat maar. Maakt niet uit. Just. De Rotterdamse Gerda is gescheiden. Ze heeft genoeg van het single bestaan. Ik heb ook genoeg van het single bestaan. Ah, ik heb zoveel energie. Ah, ah. Superman team incoming. 3, 2, 1. Jee! Het lijkt me echt heel erg leuk om gewoon weer eens vlinders in mijn buik te voelen. En dat je gewoon inderdaad weer helemaal... Luister dan, als je vlinders in je buik wil, kun je ook gewoon naar Burger Zoo gaan. Ik denk alleen niet dat ze heel blij zijn als je vlinders... Nee, goed. Ja, happy bent als je met iemand af gaat spreken. En ja, iemand ontdekken weer. En ja, leuke nieuwe dingen gaan doen. En een beetje van de Raymond Sluiters. Echt een beetje... Ze houdt van Raymond Sluiters. Kan ik even een foto van Raymond Sluiter links van die dude krijgen? Ai. Ik denk het niet, Job. Nou, de spanning is zo weg, want hij zit al aan de bar. Oké, leuk. Gaan we gelijk naartoe. Hartstikke leuk. Ja, dankjewel. Ja, de ontmoeting, jongens, let op. Hey. Hey. Gerda. Mark. Nou, leuk. Hoe zijn je? Gerda. Gerda, oké. Nou, leuk. Zo, een biertje. Ja, spannend, hè? Nou, hè? Ja. Dus, ja, leuk. Eerste blind date ook, of... Nee, ik ben hier al een keer geweest. Oh, je bent al een keer geweest? Ja. Oh, echt? Ja. Ja, ik niet. Ja, ik vond het een mooie vrouw om te zien, absoluut. Dus dat was 1-0, zeg maar, toen ze binnenkwam. Had ik zoiets van, ja, dit ziet er leuk uit. En nou de rest, hè? Ja. Mijn dochter is helemaal opgegeven. Ja, ja. Ja, heb je het zelf gedaan? Ik heb mezelf opgegeven. Okay. Maar mijn dochters wilden niet dat ik meedeed eigenlijk. Nou ja. Je hebt ook dochters dus? Ja, ja. Heel leuk. Hey, 2. Eentje bijna 23 en eentje 18. Zo. En ja? 23 en 18, als jullie dit kijken. Yes. Luister dan. Ik weet niet, dochters van deze mevrouw, ik maak jullie moeder echt niet belachelijk, ik beloof het, maar... Zijn jullie nou blond en lang? Slide in mijn DM. Zin in. Yeah? Ik heb er 3. Ja, dat vond ik ook leuk. Hyper 3. Oké, ik had iets in minder enthousiast moeten zijn. Want als hij nu in één keer zegt, ja, ze zijn 8, dan... Ja, dat is een beetje raar. Leuke overeenkomst. Dat is wel iets wat je gemeen hebt. De oudste is bij mij 18. Okay. Ik heb eentje van 15 en een van 12. Ja, never mind.
Beuvelbaas? Ja. Nee. Ik ben van Sparta. Oh. Dus ja, dat is een dat is ook Rotterdam, klein clubje, maar dat is mijn clubje. Doen het leuk nou. Ja, ze gaan heel goed nu, dus... ze doen het leuk nou. Ik ben ook wel eens bij ADO geweest, dat is van dichterbij. Oh, ja. Vind ik ook erg leuk. Oké. Okay. Dus dat is zeg maar mijn tweede, zeg maar, waarvoor ik dan ben. Ja. Nou, leuk. Nou. Ik kan er niet veel over zeggen over Feyenoord. Ik wil er ook eigenlijk niet veel over zeggen, maar... Nou, dat hoeft ook niet. Dus voor mij... Nee joh, ik doe gewoon lekker split, heb ik me voorgenomen. Ja, joh. Als je erop staat hoor, want anders dan is het gewoon voor mij. Ik zo. Gewoon splitten. Nee! Nee! Nee, niet splitten. Je betaalt gewoon als guy. Op de eerste date. Kijk, sorry hoor. Ik probeer hier natuurlijk geen feministen of mensen die... Ik ben niet antifeministisch en vrouwen shout out iedereen. Maar een man, ik vind dat een man moet betalen op de eerste date. Maar ja, that's me. Oké, jongens, we gaan even achterkomen of ze elkaar nog een keer willen zien. Hoi. Hey, kom bij mij. Ja, zit je. Lekker gegeten. Ook heel belangrijk. Zeker lekker, ja. Dat is leuk. Yes, dankjewel ook. Hè. Fijne avond nog. Ziens. Ja. Dank. Hetzelfde. Willen jullie elkaar nog een keertje zien? Van mijn kant niet. Ah. Nee. Ja, van mijn kant altijd wel. Ja, sorry. Ja, niks aan te doen. Marcel, Mark, Ferdinand, hoe heet je? Ah, sorry, Babko. Rest in peace, another one in the friend zone. Leuk. Ik hield een lichtelijke rekening mee. Ja, oh. Maar. Want je dacht van. Nou, ik wist niet wat ik. Ik wist niet wat je, hoe jij erin zat. Ik denk, ja, ben jij. Was een beetje terughoudend. Ja. Hij is het helemaal kwijt. Hij loopt te stotteren. Marcel, Mark, Ferdinand, ik weet niet hoe die heet. Hij is het helemaal kwijt. Ja. Ook het gevoel. Gerda. Dankjewel, leuk je ontmoet te hebben ook. Hey, jij ook, bedankt. Fijne dag nog. Ja. Ik wens je ook nog een hele fijne dag. Dankjewel. Tot ziens. Ik hoop dat je een leuke dame hebt. Zo, vast wel een keer voorbij komen. Oh, ik haat die shit. Kijk, als je een dude niet ziet zitten, dan kun je dat gewoon zeggen. Maar dan moet je niet daarna nog gaan zeggen, ja, maar je vindt vast wel een leuk iemand. Bitch, I know. Oké? Okay? Ik haat dat. Sorry, ik heb me even praten. Ja, waarschijnlijk ook wel een keer een leuke man. Dat zou leuk zijn. Ja, lekker weer, hè? Nou, leuke kaart ontmoeten. En een succes. Tot ziens, hè. Jij ook. Doei. Nou, jongens, ik vond het weer... het was pijnlijk, maar niet heel... het kan altijd pijnlijker. Maar bedankt allemaal voor het kijken naar deze... reageren op First Dates aflevering. Shout-out naar mezelf. Shout-out naar jullie. Neem een abonnement.